Nou, ik ben er vandaag wel redelijk relaxed onder. Omdat ik denk dat we er gewoon afgelopen week alles aan hebben gedaan. Dus ik stond gisteren nog op station Nijmegen, waar we echt de laatste flyers hebben uitgedeeld. En op een gegeven moment heb je gewoon een keiharde campagne gevoerd. En is het de laatste dag in de handen van de kiezer. Ja, en voor het eerst een samengevoegde partij. Ja. Wat zijn de verwachtingen daarvan? Nou, het idee van die samenvoeging was natuurlijk wel dat we één groot links blok zouden vormen. Hè? Dat we laten zien dat links goed kan samenwerken in plaats van dat we allemaal tegen elkaar zijn. En dat is wel gelukt. Ook als ik de afgelopen weken naar de campagne kijk, dan zie je op heel veel plekken GroenLinks'ers en PvdA'ers zij aan zij campagne voeren. En ik hoop gewoon dat we dat ook hebben uitgestraald de laatste paar weken. En de kans is groot dat je weer in de Kamer terechtkomt. Waar ga je dan hard voor maken? Ja, ik hoop in ieder geval wel dat ik in de Kamer terechtkom. Ik heb natuurlijk ook gewoon een hele mooie plek op de lijst. Nou, waar ik heel graag mee door zou willen gaan, is die stem zijn voor mensen die niet gehoord worden. Bijvoorbeeld mensen die een beperking hebben of kinderen die geen onderwijs krijgen. Nou, de jongeren in de jeugdzorg en in de mensen in de GGZ die op wachtlijsten staan. En daar heb ik me de afgelopen jaren voor ingezet. Maar zij zijn ook wel echt voor mij de motivatie om nu door te willen. En heb je nog plannen om stad Nijmegen en de regio te betrekken? Ja, want wat ik gewoon merk als Nijmeegse Kamerlid is dat als ik bijvoorbeeld op werkbezoek ga, dan doe ik dat heel vaak hier in de regio. En ik ga bijvoorbeeld volgende week al met een GGZ-verpleegkundige meelopen hier in Nijmegen. Omdat ik ook echt vind dat we voor die mensen stem moeten zijn. Maar als ik dan toch met iemand meeloop, dan kan ik dat het beste natuurlijk doen in Nijmegen zelf. Dus op die manier betrek ik ook altijd wel Nijmegen, de omgeving erbij.